Welkom bij Manders Keukens in Schaik. Bij ons kunt u terecht voor een keuken op maat. Geheel afgestemd op uw persoonlijke smaak en leefsituatie. Wij geven u daarbij een uitgebreid vakkundig advies en denken vanaf begin tot eind tot in de kleinste details met u mee. Ook is het mogelijk om het hele pakket in onze handen te leggen. Manders Keukens blinkt uit door ervaren vakkundige monteurs die in eigen dienst zijn. Het is zeker de moeite waard om een bezoek te brengen aan onze showroom aan de Hoekstraat in Schaik. Leuk dat u weer kijkt en welkom bij een nieuwe aflevering van Effe Buurten. Deze week vanaf de markt in Schaik. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie heeft u in de bolderkar? Onze kleinzoon Niels. Kleinzoon Niels. Nou, ja. Hoe is het hier in de bolderkar? Ja. Dat is wel handig zeg. Hoef je niet te lopen? Nee. Ben jij een beetje moe? Nee? Zijn ze aan het logeren? Ja. Ja? Oppassen, ja. Oppassen. Het hele weekend? Nee, alleen vandaag. Ja. En, wat gaat u dan doen? Judokische bos, weet je hoe dat is? De bos daar achter je. Nee, zeg van mij das, helemaal niet. Das, Judokus Das. Ja? Is dat, en dan nog de hertenkamp, hier naar de beestjes kijken, ik vind die mooi. En in het bos, is er ook iets speciaals te doen? Pas gemaakt, heel mooi afgaan voor de kleinkinderen. Hè? Van alles, van geluiden en alles. En, oh, dan moet ik ook een keer gaan kijken. Ja, dan moet eigenlijk door bij je achter op de Udense Dreef. Dat is dus eigenlijk nieuw? Ja, dat is ongeveer een goede anderhalf of twee maanden, dacht ik, zoiets was. Door wie is dat opgezet? Ja, hier bij verschillende bedrijven en zo die dat doen. Dacht ik, van Das, hè? Wie heeft de enkel opgezet? De bedrijven hier, of niet? En stichtingen, een of andere stichtingen van de natuur. U bent er al eerder geweest? Ja, we zijn er al eerder mooi. Geweest. Ja. Is het leuk? Ja, voor welke leeftijd kinderen is dat leuk? Van klein tot een jaar of acht, denk ik. Tot zeker 8 jaar wel, ja. Denk ik. Oké, en u heeft er 2 bij, hè? Ja. Welke leeftijd? 3 en 8 maanden. Ja. Oh, die van 8 maanden die zit gewoon een beetje te kijken. Ja. Zo is. Leuk zo'n oppasdag, of niet? Ik vind het heerlijk. Ik vroeg me af of de Prins Carnaval in Schaik, is die al uitgekomen? Nee, dat is meestal, volgens mij januari, hè? Oh, laat hier in Schaik, de Prins Carnaval. Ja? Wanneer komt die uit in Schaik? Dat boek bedoel jij toch? Nee, ik bedoel gewoon de Prins, de nieuwe Prins. Dat is nou de weekend vandaag. Oh, vanavond dus. Maar dat is om de 2 jaar is het, hè, de carnaval. Is het carnaval in Schaik om de 2 jaar? De prins is de prins kiezen, is 2 jaar. Alleen, echt waar? Alleen de jeugdprins niet, hè? De jeugdprins is elk jaar. Waarom doen ze om de 2 jaar? Is het moeilijk hier een nieuwe prins te krijgen? Nee, schat. Het is veel te mooi hier. Ja? Het is hier heel groot, alles opgezet. Het is niet zomaar even carnaval vieren, zeg maar, met de prins. Het is hier het hele jaar door, is er van alles te doen. Rondom de carnaval? Rondom de carnaval. Dus, en dan is er zoveel festijnen. En in juni hebben ze 55 jaar bestaan. Er wordt in juni gevierd. Dus dan is een heel groot spektakel. Ja. En dan iedere keer een nieuwe prins. En dan als je dan zoveel te doen hebt, dat is bijna niet om te doen om daar iedereen in te werken. Wat er dan te doen is. En dan zijn ze net ingewerkt, dan moeten ze weer stoppen. Dus is het nu wel dat er dit jaar een nieuwe prins komt? Nee. Ik dacht het niet. Die van vorig jaar, die gaat het nog een jaartje doen. Ja. Want het is nu 55 jaar bestaan, dus nu is het nog extra. Oké. Nou, mijn vragen hier op de markt waren eigenlijk wie gaat de prins worden, maar dat hoef ik dan dus niet te gaan vragen. Voor volgend jaar misschien. Dat weten wij wel, maar dat weet al een heleboel, dus ga ik al. Ja, dat weet er dus al heel veel. Nou, vertel nog even, wie is het? Ik durf zo niet meer te zeggen. Ik ben er helemaal niet mee bezig geweest, eigenlijk. Nou, dan wordt het bij mij de rondvraag, wie is de prins carnaval hier in Schaik? Zoiets. Ja, dat doe maar. Fijn weekend. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat u carnaval vieren vanavond? Nee. Nee? Nee. Nooit gedaan? Heel vroeger, maar weinig. Heel vroeger, dat is dus heel lang geleden? Ja, dat is heel lang geleden. Vindt u het niet leuk? Nou, ik geef er niks om. Nee? Nee. Wat vindt u leuk? Gewoon lekker uitgeneten, zoals wij vanavond doen. Lekker, ik ook. Ja. Waar gaat u heen? Naar de ABC. En dan, waar gaat u dan voor? 4 gangen menu, of gewoon klein gerechtje? Nee, dat is gewoon, buffet. Oké. Okay. Ja. Met hoeveel man gaat u? Met 8 man. Gezellig. Is dat een vriendengroep of een... Met mijn broers en de partners. Doet u dat zo, elk jaar een keertje? Nee, dat doen wij sinds mijn moeder overleden is een paar keer zo bij elkaar komen. Om een beetje de band in de familie te houden? Juist. En lukt het? Ja hoor.
Maar ziet u zo uw broers en zussen dan niet door de loop der jaren? Jawel. Want we wonen allemaal hier in Schaik. Oh, geen probleem dan? Geen probleem. Die komt u misschien hier dadelijk nog op de markt tegenop? Ook nog, dat zou ook best kunnen. Ja? Ja. Fijn weekend en smakelijk eten vanavond. Ja, dank u wel. Op wie sta jij te wachten? Op oma. Op oma? Is hij verlegen? Ja, een klein beetje wel, hè. In eerste instantie, ik niet, maar nou schrikt hij ervan, volgens mij. Ik denk dat je verschrikt dat je ineens die microfoon. Houdt. Is het voor u vandaag ook oppasdag? Ja, dat is meestal zaterdags. Meestal? Ja, werken de ouders op zaterdag? Nee, die moeten naar hun zoontje die moet naar de studio gaan draaien en dan moeten ze mee. Dus, Waar gaan ze in de studio draaien dan? In Vlijmen. En wat doet hij daar dan? Ja, muziek. Dat ze aanvragen, plaatjes draaien. Oké. Okay. Ja. Nou, leuk, hoe oud is hij dan? Die is 13. Ja, doet hij goed op een jonge leeftijd, ja, of niet? Dat doet hij goed, ja. We hebben met Turkije op vakantie geweest. Hebben die mensen leren kennen die daar doen draaien. En toen vertelde mijn dochter dat zijn zoontje ook graag doen draaien. En misschien door aan de gang kunnen. En wordt dat ook ergens uitgezonden? Ja, op Oranjestad meestal. Wat leuk. Ja. Luistert u ook dan? Ja, zeker. En wat voor muziek is het dan? Is het ook muziek waar u van houdt? Meestal Nederlandstalig, dus... Dat is ook wel uw genre? Ja, zeker wel, ja. Wat vindt hij daarvan? Wat vind jij daarvan wat je broer doet? Ik broertje er draaien. Dat is een beetje praten. Nee, hij wil het niet. Nou, dan laten we u lekker met rust op de markt. Ja. Veel plezier. Dank je. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik u wat vragen? Zeg het maar eens. Gaat u vanavond naar Prinsenbal? Nee. Nee? Nee. U bent geen carnavalsvierder? Nee, ik ben helemaal geen carnavalsvierder. Weet u wel wie er prins is op dit moment? Nee, weet ik ook niet. Houdt u zich helemaal niet meer bezig? Nee. Wat doet u dan zoal in een weekend? Ja, dan heb naar ik de meer, markt. Meer, ja, naar de markt en een beetje mijn boekhouding doen en mijn verdere werk voorbereiden voor de volgende week. Dus u werkt eigenlijk nog in het weekend? Ja. Wat doet u dan door de week van werk? Ik? Ja. Ik heb een klusbedrijf, ik doe allerlei dingen. Een eigen klusbedrijf? Mm-hmm. Hoe gaat dat in deze tijd? Moeilijk. Moeilijk? Ja, u merkt dat goed? Ja, tuurlijk. En daarom moet je in het weekend ook werken. Maar u heeft nog wel genoeg opdrachten? Voldoende werk? Kan beter. U bent alleen of heeft u meerdere mensen in dienst? Nee, alleen. Alleen. Kan beter. Dus een oproep naar Schaik, alle klussen? Nou, kan. Kan. Ja. Want wat doet u dan zoal? Ja, allerlei, renovatie? Allerlei werkzaamheden. Werkt u al lang voor zichzelf? Ja. Hoe lang geleden? Ja, of 10 denk ik. Oké. En als u nu die 10 jaar terugkijkt, is dit wel een van de slechtste jaren? Ja, dit is wel het slechtste wat er is, hoor. Denkt u dat het nog lang gaat duren? Ik denk het wel, ja. Voordat ze het weer aan gaat trekken? Het gaat nog wel een jaartje of 2 duren, denk ik. En u gaat dat overwinnen? Dat hoop ik wel. Succes. Dank u wel. Dag. Goedemorgen. Mag ik jullie wat vragen? Ja. Wat heb jij trouwens voor lekkers in je hand? Kaasstengel. Dat zag ik net ook al iemand anders meelopen. Een kaasstengel. Ja. Heb je die gekregen? Ja. Of heb je daar toch centjes voor moeten betalen? Nee. De mama toch? Ja. Mama. Oh, toch wel. Het wordt niet gratis uitgedeeld. Nee. Ga jij vandaag nog iets sportiefs doen? Ja. Dus ik vind dat je er aardig sportief uitziet. Ga jij voetballen of zo? Had ik al gedaan. Oh, ja, dat klopt inderdaad. Jij bent natuurlijk vanmorgen vroeg om 8:30 al op het voetbalveld geweest. En ik moet gaan zwemmen. En nog zwemmen? Nou, dan is het zaterdag een sportieve dag voor jou. Hoe ging het voetballen? Goed. Hoe goed? Wie had er gewonnen? VCO of jij? Wie heeft er gewonnen? Of, in ieder geval niet VCO. Nee? Hoeveel hebben jullie gemaakt dan? Weet je nog de stand? Nul. Nul. De anderen hadden er een heleboel. Heleboel? Maar je hebt ze niet geteld? Nee. Is dat... Dan is het ook niet meer zo leuk hè, als er een heleboel zijn. U weet het nog wel hoeveel het was? 8-0 of zo. Oh, dat valt nog wel mee. Maar dat is toch een heleboel? Ja, dat is een heleboel, ja. Score, mijn zoontje zit tegenwoordig ook op voetballen, maar dan is het 17-0 dat je denkt, oh. Ja, oh. Dat is ook nog maar een mini-effje, dus dat is... Dat is ook een mini-effje, ja. Wat vindt u er zelf van? Waarvan? Om naar te kijken. Ja, leuk. Leuk is dat, hè? Fanatiek. Leuker als volwassen voetbal? Ik vind het leuker, de grotere toch leuker. Ja? Ja, dan heb je voetbal, maar heb je geen voetbal. Nee, het is gewoon leuk om te kijken. Ja, met z'n allen op een kluitje. En wat vindt u van de ouders aan de zijlijn?
Jij bent ook zo'n ouder die altijd roept. Ja, u bent ook zo'n fanatiekeling? Ja, 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 maar niet vervelend roepen. U krijgt geen ruzie? Opbeurend. Nee, nee, gelukkig niet. Nee, 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 nee. Maar maakt u wel eens mee? Van de tegenstander met bijvoorbeeld? Oudere jongens wel. Ja? En wat vindt u daarvan? Niet fijn. Niet fijn? Nee. Wat wordt eraan gedaan door de scheidsrechters of zo? Niet. Toen niet veel. Nee, maar ja, dan heb je de scheidsrechter van die club en dan wordt het lastig. Ja. Vervelend is dat, hè? Ja. Maar hebben de kinderen daar ook last van? Nee, meestal niet. Ze stoppen met voetballen dan. Ja. En ze achteruit zitten. Ja, dat is dan jammer. Want hoe lang zit jij nou al op voetbal? Nee, ik niet. Oh, jij weet niet zoveel, hè? Hoe lang zit je al op voetbal? Ongeveer een jaartje, okay. En uw oudste zoon? Die wordt 13, dus die voetbalt al vanaf zijn 5e of zo. Dus dat is al een aantal jaar. Ik draai een aantal jaar mee. Denk je dat hij het ook zo lang vol gaat houden? Ik denk het niet. Nee, nee, ik denk het niet. Niet zo'n fanatiekeling. Als ik hem zo hoor. Maar hij is wel fanatiek. Jawel, jawel, jawel. Maar het winnen interesseert hem nog niet zo? Of ook wel? Begint een beetje te komen. Begint een beetje te komen. Maar denk je dat het anders voor sport zal worden? Op de loder, denk ik. Weinig sporten. Oh, weinig sporten. Ja, jij mag zo gaan. Ja, nog even vragen waarom je gaat zwemmen. Ga je voor je zwemdiploma oefenen? Oh, niet eten, niet eten. Dan kun je geen antwoord geven. Ga je voor je zwemdiploma oefenen? Diploma? Ik heb een A, B. En vandaag gaat hij voor? C. Je gaat op vandaag? Ja, proeven. Ja, proef. En dan morgen echt? En dan volgende week voor het echt. Ja, en dan heb ik al mijn diploma's. Ja, nou, dan krijg je een gouden medaille. Nou, is dat waar. Daar moet je het voor doen. Zet hem op, doe je best. Gaat het lukken? Ja. Jullie ook, hè? Doei. Goedemorgen. Mag ik u wat vragen? Ja, vrouw, we staan vrij. Ja? Ja, ik kan het missen. Ja. Wij vroegen ons af wie er Prins Carnaval is in Schaik. God. Ja, dat duurt de leeftijd voor het, hè, dat je dat niet weet. Want ik heb begrepen dat ze hier om de 2 jaar een nieuwe prins kiezen. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar u bent de naam ook kwijt? Lange. Joris Lange. Joris Lange, maar die gaat het dus nog een jaar doen? Die gaat het nog een jaar doen. En we bestaan in februari 55 jaar. Heeft u in die 55 jaar iets aan carnaval gedaan? Ik niet zoveel, maar nee? Mijn man die is lang bij de muziek geweest en heeft verschillende spelletjes. Verschillende dingen gedaan bij de carnaval? Nee, muziek altijd opgericht. Ja. Is hij zelf ook ooit prins geweest? Nee, nee, dat niet. En, nee? En de zoon die hebben ze wel gevraagd ooit. Maar die wou het ook niet? Nee, die kon het niet, want hij zit altijd bij de muziek. Oké. Okay. En je kunt niet allebei tegelijk? Nee, nee, dat kun je niet. Dat kun je. Had u dat leuk gevonden als uw man prins was geweest? Nee, ja. Hij heeft toch zat meegedaan. Ja? Mee met de oprichting. Ja, oprichting heeft hij niet gedaan, maar met de muziek met de oprichting. Wat speelde hij zelf voor muziek? Bas. Bas. 60 jaar bas gespeeld. En uw zoon? Er waren er 3 bij. 2 speelden bariton en 1 speelde schuiftrombone. Zo, en die spelen nog allemaal? Met de carnaval wel, ja. Maar de jongste die speelt niet meer met de fanfare, maar wel 2 met de fanfare nog. En die moet volgende week een zondag op concours. Enschede, dus ze moeten heel veel oefenen van de week. Die zijn fanatiek dan? Ja, ja. Die zijn. En waar hebben ze dat muzikale talent van u? Nee, van mijn man. Ja? Van mijn man, want ja, die heeft veel kinderen hier in hun trek opgeleid en verschillende kapelletjes en zo. En zelf helemaal niets in de muziek gedaan? Ja, ik ben bezig geweest, maar ja, ik kreeg even volk over de vloer en net Richard Elk les gaf. En zodoende, ja, dan kwam er niks aan om zelf nog te oefenen, want ja, dan moest er ook weer een keer gepoetst worden. Ja, ja. Want wat speelde u voor een instrument? Ik had toen in de tijd ook in een bariton. Oké. Okay. Ja. Leuk zeg? Ja, dat is wel leuk. En mijn dochter heeft gedaan en de schoonzoon. En morgen. Dus Schaik is wel muzikaal? Ja, toen in de tijd zaten er heel veel kapelletjes. Maar ja, sorry. De jongens die worden bij elkaar gezet en dat gun even. Maar dat gun je altijd, hè, want het zijn allemaal verschillende karakter. En de ene wil deze muziek en de andere wil die muziek. En, want de tweede, Pienoor de jongste, die speelt met 3 orkestjes, bij de fanfare. En 2 orkestjes, bij de Boerenkapel en nog een orkestje meer. Dat is, druk in de muziek? Ja, dat vorig jaar. Ja, dat is altijd geweest. En in het begin was dat bij ons in de kameropleidingen. En de dochter heeft ook even gespeeld. En die hoort ook heel goed muziek, maar ja, die heeft een paar kinderen en is in de horeca gegaan. En ja, dan ga je het op de duur niet meer. Hè. Leeft uw man nog? Nee, 6 september, 6 jaar dood. Oh, dat is inderdaad vervelend dan. Ja, ja. Ja, vindt u het wel goed te doen alleen? Ja, dat wel, ja. Je moet er weinig in haar schikken natuurlijk. Hè. Ja, ja, ja. Ja, die is 3 jaar kanker gehad.
En ja, dus je heeft je heverpijn gehad en ze hebben hem nooit kunnen opereren of iets kunnen doen. Wel, pleisters had je altijd. En toen is hij 6 september is hij gestorven, in 2006. Voor hem was dat wel zijn rust dan? Ja, 82 jaar, ja. Ja, dat was rust, maar ja, gemist natuurlijk allemaal. Ja, een maatje van het hele leven, hè? Ja, ja, ja. En dan de muzikale ondersteuning ook, denk ik, in huis, of niet? Ja, ik doe nou niks met de muziek natuurlijk. Maar, nee. Nee, maar we hebben het een zondag en ze dan op concours. En dan denk ik toch wel, we luisteren. Maar het is feit, we moeten maar om 6:30 moeten ze al hier staan en met de bus mee te gaan. Heeft u wel iemand die u er eventueel heen kan rijden of zo? Ja, mijn jongste zoon, die is niet meer van vader. Die is een half jaar eruit gelegen, omdat je heel veel met zijn knieën snukkelt, hè. En ja, toen is hij eruit gescheiden. Toen koos je, ja, hij is wel bij de boerenkapel, maar niet bij de fanfare. Oké. En mijn dochter is er ook bij geweest, maar ja, dat zei hij. Die is ook gestopt. Die is ook gestopt, ja. Als ze dan getrouwd zijn en ze zitten in de horeca in Oostejoren, ja, dan weet ik het niet meer. Hè. Nee. Dan hebben ze het allemaal druk met iets anders. Ja, is ook zo. Prettig weekend nog, mevrouw. Ja, waar is deze erfer? Dit is voor KKN Regio TV. Goedemorgen. Goeiedag. Wij vroegen ons af wat je hier bij de mobiele fietsenmaker kwam doen. Mijn fiets laten repareren. Ja, maar er was iets met het slot. Ja, ik gleed niet, de pieletje kwam niet meer terug, waardoor het slot eraf viel met fietsen. Kom je hier vaak? Elke week. Maar bij de fietsenmaker? Nee, want ik heb zo'n goede fietsenmaker. Mijn fiets is niet elke keer kapot. Nee, daarom. Maar zit er hier in Schaik ook een fietsenzaak? Ja, ook. Waarom kies je ervoor om hier naartoe te gaan? Gemak. Ja. En een goede fietsenmaker. Reclame? Ja, zeker. Is hij ook goedkoop? Heel goedkoop. Ja. En nu vandaag? Niks, dus een stukje fietsen, denk ik. Huh? En nu? Ga je vandaag doen? Een stukje fietsen? Ik ga zo'n stukje fietsen. Ja, waar ga je heen? Naar huis. En dan? En dan moeten we zo meteen wedstrijd spelen. Wedstrijd wat? Waterpolo. Ik heb je al een keer gevraagd, ja. Zeker. Klopt. Waterpolo. Hoe gaat het met de waterpolo? Ja, goed. Ja, nog steeds. En dan? Na de waterpolo? Dan ga ik met mijn schoonfamilie een hapje eten. Ook goed. Lekker aanschuiven. Ja, zoiets. En dan nog op stap? Nee. Kun je hier in Schaik op stap? Overal. Overal. Kroegjes, hè? Van ja, kroegen zat? Ja. Wat is de leukste kroeg van Schaik? Ik ga niet zo vaak in Schaik stappen. Oké. Okay. Dus ik heb daar niet zo veel verstand van. Ben je wel een carnavalsvierder? Nee. Vanavond is Prinsenbal? Ja, dat zou goed kunnen. Word je niet warm dan? Nee. 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 Goed. Nou, succes met de waterpolo. Ja, dankjewel. Tot de volgende keer maar weer, hè? Goedjes. Hoi. Mag ik wat vragen? De dom. Ja, die kant. Plein dus. Mag ik jou wat vragen dan? Nou, die kijkt ook heel erg. Hoe is het met jou? Goed. Goed, wat zie jij er mooi uit, zeg? Wie heeft jou zo mooi aangekleed vandaag? Mama? Wie dan? Ik zelf. Jij zelf? Mag je altijd zelf uitkiezen welke kleren je aantrekt? Ja. Wat is dan je lievelingskleur? Roze. Roze? Maar je hebt paars aan vandaag, hè? Dat is dan de tweede lievelingskleur, denk ik. Hoe oud ben jij? 6. 6 al? Wat ga jij vandaag nog doen? Weet ik niet. Wat zouden we dan doen voor Shelby? Cadeautje halen. Jij gaat een cadeautje halen. Voor wie? Voor Shelby. En wie is dat? Een vriendinnetje van school. Een vriendinnetje van school. Is zij jarig? Ja. Dus je hebt vandaag feest? Nou, vandaag niet. Woensdag, hè? Woensdagmiddag, kinderfeestje? Ja. Is dat je beste vriendinnetje? Ja. Wat ga je dan kopen? Weet ik niet. Wat vindt ze leuk, denk je? Knutselspulletjes. Knutselspullen, waar zei je thuis? Barbies. Wat zou je zelf graag willen krijgen als je nu jarig zou zijn? Een microscoop. Een microscoop? En wat ga je dan onder de microscoop leggen? Weet ik niet. Iets kleins. Een haar. Iets kleins, een haar. Nee. Een beestje. Nee. Nou, ze is wel van de wetenschap, of niet? Ja, inderdaad. Dus geen Barbie voor haar? Nee, ze is niet echt een Barbie-meisje, nee. Maar de vriendinnetje dus wel? Ja, ja, ja. Soms vindt ze het leuk om met Barbies te spelen, maar ze wil heel graag een microscoop. Ja, dat is echt dus. Ja, inderdaad. En wat gaat ze daar dan mee doen? Net wat ze zegt. Iets eronder leggen en bekijken. Dat vind ik knap voor een 6-jarige, toch? Ja, inderdaad, ja. Vindt ze leuk om te doen. Ja, ik weet ook niet waarom. Zit misschien in de familie? Zit het in de familie, Lin? Wie vindt het nog meer leuk om iets te bekijken? Tatum heeft die. Mama, Tatum heeft die, maar dan een neppe. Oh, jij hebt het natuurlijk gezien bij iemand anders. Ja.
dat is ook wel een heel interessant cadeau, hoor. Ik heb ook in een boekje gezien. Wat voor een boekje? Hoe heet dat boekje? Sinterklaasboek. Ja. Ik wou het net nog niet in mijn mond nemen, maar het is dus echt een Sinterklaasboekje. Ja. Wanneer komt Sinterklaas? Weet ik. Volgende week. Ga je dan kijken? Is het al bekend waar die aankomt? Vast, maar ik zou het eigenlijk niet weten. Maar gaat ze op tv dan naar kijken? Ja, in principe doen we dat wel. Maar ze zei net thuis heel eigenwijs, ik wil niet kijken. Maar... Houden ze dat zo lang vol? Denk het niet. Maar ze is er dus nog niet echt mee bezig met Sinterklaas? Jawel, jawel. De verlanglijsten die zijn wel al gemaakt? Ze zijn al helemaal gemaakt, al aangestreept dat ze allemaal wil hebben. En dat staat daar dan die microscoop op? Die verlanglijst voor Sinterklaas? Ja. En wat nog meer? Eigenlijk stond er ook een hokie-tokie op, maar die had ik al gekregen. Wat een leuke verlanglijst. En wat nog meer? Weet ik niet iets meer. Nagels? Nee, die had Zo gezegd. Oh, wilde je die niet? Oh, dat dacht ik, dat je die ook leuk vond. Maar ze heeft dus ook wel meisjes dingen. Ja. Net zoals paars, roze. Ja, ze vindt het leuk om te knutselen. Ze vindt het leuk om haren te doen, nagels te doen, make-uppen. Okay. Nou, er zijn toch echt wel meisjes dingen. Wordt het een themafeestje woensdag? Ik weet het niet, het is geen een verrassing wat ze gaan doen. Wordt het een prinsessenfeest? Ja. Heeft ze dat al verklapt? Dat stond op het kaartje. Oh, heeft mama gewoon niet goed gelezen? Dat stond gewoon op het kaartje. Leuk zeg, maar ga je dan ook als prinses verkleed of niet? Dat weet ik niet. Heb je wel een prinsessenjurk? Ja. Nou, ik zou die aantrekken woensdag. Ja? Doei! Zeg maar doei! Dit was het weer voor vandaag. Even buurten vanaf de markt in Schaik. Zoals u gezien heeft, geen nieuwe prins in Schaik. Misschien wel in het volgende dorp waar we volgende week weer zijn met een nieuwe aflevering. Tot dan!